Ja, ik denk eerste helft hebben we verdedigend op zich ons werk gedaan. Alleen aanvallend komen we wel op hun helft, maar dan houden we hem niet lang genoeg op hun helft om kans te creëren. Te onrustig, te weinig lef. En ja, dan wordt het in de eerste helft met heel weinig kansen. En de tweede helft gaat het wat beter. We hebben wat meer hoger druk gezet. Gooien we er een spits erbij. En ja, gooi je eigenlijk pas de laatste kwartier, 10 minuten, de echte schomer af. En creëer je kansen. Maar daarvoor was het aan de bal te weinig. Ja. Waarom creëerde Feyenoord zoveel kansen vandaag? Ja, ik denk toch een klasseverschil. Ik denk dat het wel veel ruimte lag om te voetballen voor beide teams. En zij creëren wel kansen op onszelf. En wij zijn hem vrij snel kwijt op hun helft. Dus ja, dat is het verschil. We weten dat het bekertoernooi logischerwijs leeft bij Feyenoord, Volksclub. Dat is bij Utrecht niet anders. Hoeveel meer hadden jullie ervan gehoopt voetballend bijvoorbeeld te kunnen brengen? Ja, ik denk waar we de laatste wedstrijden in uitblinken is om snel eruit te komen en te counteren. En heel veel kansen te creëren. En ja, vandaag onderschep je een paar keer goed de bal. De eerste bal is goed, maar het vervolg was er niet vandaag. En ja, ik denk dat de ruimtes er lagen, maar dat wisten ze niet benut hebben. Uiteindelijk blijft het dan 1-0 en dat is een eindstand waar je denk ik dan wel blij mee kunt zijn gezien het spelbeeld en de kansen. Nou ja, ik moet zeggen, het laatste kwartier waren we wel aan het drukken, aan het pressen en creëren we ook veel kansen. Dus ja, dan kan die ook zomaar onze kant opvallen en dat is ook bekervoetbal, maar ja, helaas hebben we het niet afgedrongen vandaag. En nu moet je, nou wat is het, pakken met 48 uur voorbereiden en dan wacht Ajax al. Ja, 36 denk ik. Nee ja, inderdaad, het is vrij snel, maar de verhalen die ik heb gehoord over die wedstrijd, is dat niet echt moeilijk. Heb je er nu toch een beetje zin in? Nee, je hebt niet echt tijd om aan deze wedstrijd over na te piekeren. Dus ja, volle focus moet weer op zondag. En daar kunnen we goede zaken doen om lekker de winst op in te gaan. En ja, dit is heel jammer vandaag, maar de volgende wedstrijd staat weer voor de boeg.